Ja, van de ene kant wel lekker dat we klaar zijn, maar aan de andere kant is het toch ook wel een super bijzondere ervaring om mee te maken. Dus. Het valt me 100% mee. Je wordt echt meegenomen in de flow van iedereen en ja, het is gewoon zo super met z'n allen. Heel dubbel gevoel. Ja, heel leuk. Aan de andere kant, ja, dit evenement is gewoon once in a lifetime niet te vergeten. En ja, ja ik ga het ook weer missen. Dus ja. Dit was een hele prachtige dag. Al die dagen hadden wel iets in zich. Angst voor het onbekende. Heel erg moede zaterdag. Zondag was eigenlijk door de vermoeidheid emotioneel. En vandaag was het gewoon een feest in Dokkum. En dit laatste stukje, ja, ja echt, het wordt helemaal top. Weet je, je krijgt dadelijk een Elfstedenkruisje. Dat wil je nog meer. Maar het is wel zo en je wordt zo gedragen dat je bij wijze van spreken al volgend jaar als je weer zou zijn, ze denken van, ja maar dit is zo gaaf. Dit willen we nog een keer doen. Nou, ik doe eigenlijk mee omdat pap 5 jaar geleden slokdarmkanker heeft gehad. En ja, ik wou eigenlijk eerst LD6 mee fietsen. Alleen toen kwam zwemmen en toen dacht ik van ja, dat past meer bij mij. Mooier kon niet, dus vandaar dat ik hierbij ben.